Nelly Coman, wereldkampioen. We zagen er net mooie beelden van. Strakjes in Rio zijn alle ogen natuurlijk gericht op onze nieuwe trots. Daphne Schippers. Daphne is snel en ze gaat zeker voor goud. Maar ja, ze kan nog een beetje werken aan die start. En dat doet ze nu ook. Maar daarom hebben wij voor haar vandaag een masterclass starten. Starten met Henk Krajoff en natuurlijk de beste startster van Nederland alle tijden ooit, Nelly Coman. Ja, hier is het startblok. Jullie zijn een topteam. Ik ben wel benieuwd wat we Daphne mee kunnen geven eigenlijk. Nou, we zijn een iets ouder topteam geworden in de tijd. Dat wel, hè? Dus, ja, jij, hè? Nelly. We gaan kijken of het nog lukt. Ja, precies. Of ja. Ik het nog weet en Nelly het nog kan. Ja, ik kan het nog. Nou, dan weet ik het ook nog. Kijk, ja. Is een goede start het halve werk? Ja, een goede start is echt het belangrijkste. Zeker bij het korte stukje. Het is maar 11 seconden. Of 10 seconden, nu tegenwoordig 10 of 7 seconden. Maar de start is hartstikke belangrijk. Daar draait alles om. Je kijkt naar Henk? Altijd. Jij moet het bevestigen. Maar is dat talent of is dat trainen, Henk? Ja, het zijn een combinatie van beide. Kijk, als je niet explosief bent en een beetje een zitzakachtige figuur bent, dan kom je niet uit je blokken weg. Dus je moet explosief zijn, een grote kracht kunnen leveren in een korte tijd. Je moet hoog kunnen springen. Nou, dat is eigenlijk wel een stukje talent. Dat kun je ook trainen, maar als je dat van huis hebt meegekregen, wordt dat wat gemakkelijker. Ja, ja. Maar je moet ook een goede techniek hebben. Dus je moet ook echt leren om uit je blokken. Dat is niet zo gemakkelijk, want het is een hele oncomfortabele houding. En je hangt helemaal met je hoofd naar beneden zo. En dan moet je plotseling daaruit weglopen en dan overeind komen. Dat is niet zo gemakkelijk als niet het eruit echt ziet. Natuurlijk, nee. Maar kunnen jullie even laten zien hoe dat ging dan? Jaren geleden. Ja, het is eigenlijk niet mijn stand hoor. Want het is wel mijn stand, maar mijn normale stand deed ik echt met een meetlint. Ja. En 15 centimeter was dit van de start. Ja, volgens mij geef je het eigenlijk meteen al aan. Het zijn zoveel details. Ja, het is echt precisie. Ja. En dan 36-47 was mijn starthouding. Ja, zegt hij. Het klopt. En natuurlijk, wat ook belangrijk is, heel vaak zie je mensen in de startblok zitten helemaal van... Nee, je gaat gewoon achter je startblok. Je neemt je tijd. Is ook een ritueel. Rustig. Kijk even links-rechts. Waarom doe je dat, links-rechts? Omdat je heel die spanning in je ben al aan het opbouwen bent om goed te kunnen starten. Je hebt zoveel explosie en die moet je op het juiste moment weg kunnen stoppen. Heeft het ook te maken met je tegenstanders? Dat je die even vanuit die middelste baan een beetje... Ja. Want wat ik ook deed is, ik ging in de startblok. En denkbeeldig vuil wegstoppen. Waar er helemaal geen vuil was. Maar gewoon, en naar de starter kijken, want de starter en ik moeten één zijn. En dat is heel erg belangrijk. En natuurlijk, daarvoor had ik ook naar Henk gekeken. En dan deed hij zo. En betekent rust. Concentreren je. Ja, stoppen. Anders maak je nog een proefstartje altijd. Maar als je zo deed, was het al genoeg, dan zat het sowieso wel goed. Ja, dan hoef je geen proefstartje meer te maken. Anders maak je nog eentje en probeert wat te sleutelen nog. Maar heb je zo kort voor de start dan echt nog contact met elkaar? Ja, altijd. Ja. En het was... ik kon niet meer zo... Oh, dat gaat nog prima. Om even aandacht te trekken. Ja. En overal waar mensen waren, over een stadion, ik kon hem altijd vinden. Ja, ik stak er altijd bovenuit. Dat geloof ik ook, ja. Dus ik kon hem altijd vinden. Ja. Dus, maar hoe zorgde jij er nou voor dat zij goed voorbereid die baan opging? Nou, eigenlijk was ze al goed voorbereid. Hè? Want er gaan natuurlijk jarenlange trainingen aan vooraf. En die start heb je duizenden keren geoefend. Maar dat moment is altijd bijzonder. Is altijd iets anders. Hè? De spanning is anders. Nu gaat het echt om spannen. En ik moet zeggen... Nelly was daar wel bijzonder in. Anders had ik niet 5 keer Europees kampioen en 2 keer wereldkampioen geweest. Zo altijd op het juiste moment waar mensen dachten van... nou, Nelly is niet in vorm. Dit wordt het niet. Kansloos deze keer tegen deze tegenstanders. Nee, ze deed altijd. Ja. Echt. Dat is wel een kunst, moet ik zeggen. En mede dus door die perfecte start. Want erg belangrijk. Ja. Er komt meer bij kijken ook. Ook het mentale. Ja, ja, wat nog meer? Henk, kan je nog wat dingen noemen die echt zo belangrijk zijn voor zo'n start? Techniek, hè? Heb je handen zo. Ga je met je heupen hoog, hou je de heupen laag. Hoe zet je die blokken? Zet je ze heel stijl of zet je juist wat vlakker? Heb je ze ver uit elkaar staan of die bij elkaar? Er valt heel veel aan te sleutelen eigenlijk aan zo'n stand. Maar dit is niet voor iedereen hetzelfde? Nee, zeker niet. Je kunt je voorstellen dat als ik erin zou gaan zitten, dan zou ik heel raar opgepropt zitten. Kan je eens laten zien hoe je fout in die blokken zit? Want ik zie jou alleen maar goed voor. Ja, nu zit ik ook niet... Ja, het is niet mijn echte start, maar als ik zo zou zitten... Maar dat mag al niet, want dan ben je voorbij die... Nee, maar bij wijze van spreken, dat zit ik al fout. Ja. Zit ik al fout? Ik zat heel kort. Een beetje gedrongen. Dan moet je echt sterk zijn om daaruit weg te komen. Zo, dit is mijn stand. En heel langzaam omhoog komen. En wat zie je dan vaak? Jij zegt net dat de heupen te hoog zijn.
Doe ja, eens... heupen kunnen te hoog zijn. Kom eens met de heupen heel hoog. Kom maar. Yo, hoger, 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 hoger. Ja. Nou, dan kun je haar niet meer strekken. Dit werkt niet. Heb je toch geen kracht? Dit werkt niet. Je hebt geen kracht dus, om af te zetten. Een andere trucje was inderdaad om heel rustig omhoog te komen. Want dat zie je vaak. De sprinters die op het plaatsen, klaar, dan komen ze omhoog heel snel. Ja. Dan kunnen ze die niet vasthouden. Dan gaan ze eerst in de zak weer naar beneden. Zakken ze weer naar beneden. En dan klinkt het startschot op weg. Als zij op weg zijn naar beneden, gaat het startschot. Dan moet je eerst er helemaal omhoog komen. Ja. Dus Nelly was altijd omhoog, 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 omhoog. En dan eigenlijk in je gedachten blijf je gewoon omhoog en naar voren gaan. In je gedachten niet echt, ja. Want dat mag niet, je mag niet meer bewegen. Nee. Maar in je gedachten blijf je naar voren, naar voren, naar voren, naar voren. En dan denk ik, pam, gaat het startschot en ben je op weg naar die kant. Ja. Dat is een trucje. Maar jij noemt nu dingen die ook echt mentaal zijn dus. Jazeker, 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 jazeker. Ja, starten is talent, het is training, het is explosiviteit, het is techniek. Maar het is ook een heel groot deel mentaal. Op het juiste moment datgene doen. Nou, de druk is hoog, de spanning is hoog. Ja. Dus ik ben nerveus en sommigen beginnen te trillen en te shaken. Anderen die hebben een gedachte, hey, als ik maar als eerste weg ben, als ik maar als eerste weg ben, pang gaat de stad voor, als ik maar als eerste, oh, frek, ik ben te laat. Te laat. Ja, dus concentratie is heel belangrijk. Maar hoe train je daar dan op? Want dat moeten ze uiteindelijk zelf doen als ze daar in die blok zitten. Of is dat allemaal kleedkamerwerk op voorhand? Nou, en alles. Nou, nee, maar een van de trucs is, in het stadion is het altijd rumoerig. Je hoort helikopters en er is publiek en er zijn fotografen. En sommige sporters hebben de moeite om zich te concentreren. Wat hebben we gedaan? Startblok neergezet, zoals nu. Nodigen we een schoolklasje uit, hiernaast. Om lawaai te maken, zoveel mogelijk lawaai. En dan sta ik erachter, zeg, Nelly, op uw plaatsen, klaar. Jongens, kom op, zoveel mogelijk lawaai. Klap. Heel zacht klapje. Maar helemaal gespitst op mijn klap eigenlijk. Zodat je in een stadion komt en denkt, hey, maakt niet uit hoeveel er lawaai is. Anderen zeggen, hey, het is onrustig hier. Voor Nelly speelde geen rol, die was er al voor getraind. Ja. Hoe vaak train je dan tijdens een sessie zo'n start? Kan niet heel vaak, denk ik. Nou, 8 tot 10 keer, dan heb je het wel gehad. Als je de tijd opneemt, want je gaat zo hard mogelijk. Ja. Als je zachter gaat, dan train je eigenlijk een langzame start. Dat wil je niet. Dus elke keer ga je zo hard mogelijk. Dan neem je een lange pauze. Ja, dan heb je 8 startjes gehad, dan heb je het wel gehad. Wel sprinter. Dus eentje nu red je wel. En dan zorg ik dat die Wils-fans hier helemaal uit hun dak gaan. Want we hebben een rumoerig stadion. Ja, dus dat zachte klapje van Henk. Jij roept eens de concentratie en wij hebben een beetje Wales of iets. Roep maar iets. Doe iets wat je wil. John, neem jij even het voortouw? Even zoals een supporter in het stadion. Gaat ie. Rumoer, mensen. Praat met elkaar. Jawel, het mag allemaal. Praten, praten. Ja, doe iets. Juist. Nou, dit was heel goed. Heel intensief. Wat een topteam zijn jullie ook. En voor Daphne hebben we ook dingen geleerd. Hè. Het is dus echt dat mentale, die opperste concentratie en explosief weggaan. Hey. Dankjewel Henk, dankjewel Nelly. Te gek dat jullie hier waren.